fight and expect to win. Gotta go harder, oh, you've gotta learn. Don't suppress your fire, baby, let it burn. Be who you are. Nobody can take that away from you. Oh, straight from the heart. No playing games. You gotta be true, true, true. Bij mijn dag dus. Ik heb vandaag al één ding gegeten. Het was wel heel vroeg. Normaal gesproken altijd sojayoghurt, een appel, een banaan en 20 gram eiwitpoeder. Ik heb vandaag weer heel secuur alles afgewogen. Of ik ga alles vandaag heel secuur afwegen. Dus er is namelijk een speciale reden voor. Waarschijnlijk heb je het al gezien aan de titel of zoiets. Ik weet nog niet hoe ik het ga noemen. Maar straks ga ik er meer over uitleggen wat ik vandaag en vanaf vandaag weer ga doen. Ik zit nou nog aan een bakje koffie en een fles water. En dan gaan we zo beginnen aan de training. Vandaag staat de rug op de planning. Dat doe ik allemaal vanuit de woonkamer. Ik mis de sportschool wel. Laat het weten in de reacties als je de sportschool ook mist. En dan gaan we beginnen met de training. Dus tot zo. We gaan beginnen met de training. Rug stond er dus op de planning. Dus ik ga nu beginnen met een paar dumbbell rows. 4 setjes. Zoals je kan zien, ik heb gewoon een hele simpele setup. Ik heb een dumbbell en een stoel op het moment. En dat is het enige wat we vandaag nodig hebben. Een dumbbell en een stoel. 15 kilo trouwens. Dus ik focus vooral op de beweging zelf. Aangezien het niet het zwaarste is voor je rug, maar dan heb je toch, maak je het jezelf moeilijk. Dus dat ga ik nu doen. En een groot voordeel aan thuis trainen, of de sportscholen dicht zijn, natuurlijk is het super jammer. Het is ook super jammer, maar een heel klein voordeel is toch dat je zonder shirt kan trainen. En dat je je pomp ziet gebeuren gewoon. Maar even zonder te grappen en rollen. Ja, meestal heb ik altijd aan het einde van de eerste set nog één setje van de dumbbell row. Heb ik dat zo warm dat ik altijd mijn shirt uit doe. Het is heel standaard. Ik begin met trui en lange broek. En dan heb ik ineens mijn trui uit, mijn shirt uit. En dan boom, sta ik bijna in mijn naki. Alleen nog maar mijn broek en deze mooie roze sokken. Laatste setje. Let's gaan doen dit. En dat waren 4 setjes en nu gaan we naar de dumbbell row met onze vuisten geroteerd. Dus dan is het meer de barbell row, alleen dan met een dumbbell omdat ik hier geen barbell heb, want ik ben niet thuis en ik heb alleen maar 1 dumbbell. Dus dat, maar jullie gaan zien, ik ben een beetje buiten adem en die gaan we supersetten met shrugs. Ik heb ook 2 kettlebells trouwens, dus die moet ik nu even gaan pakken. Maar dat ga je ook zien, want daar staat een camera. Wat jullie nu zien, dus als ik zo doe, dan wijs ik eigenlijk naar de camera, maar het lijkt dat ik naar jou wijs. Want we leven toch in een gave tijd, zo met het internet en met YouTube. Want nu lijkt het voor mezelf alsof ik tegen de camera praat. Maar voor jullie lijkt het dat ik tegen jullie praat, dus wat stom. En met jullie bedoel ik die paar mensen die kijken, waar ik super dankbaar voor ben, maar het zijn er niet veel. Hé, maar ik ben buiten adem. Tot zo. Wat een gelul. Even een paar tips voor als je niet weet hoe je goed de shrug uitvoert. Wat voor mij heel erg hielp aan het begin is om aan mezelf moeilijke vragen te stellen. Dus dan was ik bijvoorbeeld bezig en dan dacht ik van hè, hoeveel volt is het bijvoorbeeld met een donderslag? Dan denk ik van dat weet ik niet. Zo, dan heb je al 1 gedaan. Waarom heeft een mens geen celwanden? Volgens mij heeft hij wel celwanden, dan geen celmembraan. Ik weet het niet. Waarom is de eerste sneeuwval pas aan begin februari? Zien wij alle kleuren wel hetzelfde? Want we noemen ze wel hetzelfde, maar zien wij ze ook hetzelfde? Want dat kunnen we niet uitleggen. Hoe kan het dat er zoveel soorten verschillende levende wezens op deze aarde zijn en wij mensen zijn degene die alles kunnen bepalen op deze planeet. Maar waarom zit er zo'n groot verschil tussen succesvolle mensen en onsuccesvolle mensen? Of misschien een vraag aan de niet-vegans. Waarom ben ik niet vegan? Dus zo kun je heel makkelijk de shrugs uitvoeren. Dat je weet dat je hem ook gelijk goed uitvoert. Stel een moeilijke vraag en denk van... Maar je moet oppassen, want als je een te makkelijke vraag stelt, bijvoorbeeld 64 keer 64 delen door 64, dat is namelijk 64 en dan denk je, oh dat is 64. Maar dat telt niet als een herhaling. Zo, dus dat waren de shrugs. Nu hebben we de
bent over dumbbell fly voor de achterkant van de schouders. En een isolatieoefening voor de belet, namelijk de dumbbell pullover. Maar dat ga je nu ook zien. Maar dan breng ik heel eventjes deze kettlebells weer naar beneden, want die hebben we niet meer nodig. Want we hebben de shrug al gedaan. Doei. En een kleine tip voor de band over dumbbell, of de band over dumbbell fly is: beeld je in dat jouw arm, deze arm als je deze kant doet natuurlijk, deze arm als je deze kant doet, maar beeld die in dat, die, dat je die naar, voor deze dan bijvoorbeeld, dat je die naar links duwt in plaats van dat je denkt dat je hem naar achter duwt. Want dan pak je veel beter voor jouw geest en voor jouw gedachten, dan pak je veel beter de spier zelf, de achterkant schouder namelijk. Maar dan pak je die dus beter, waardoor je hem uiteindelijk op de lange termijn meer laat groeien, omdat je meer connected met die spier bent, dan wanneer je denkt dat je hem naar achter moet doen. Want misschien maak je wel dezelfde beweging, maar jouw gedachte zit niet perfect bij die spier of niet op zijn best bij die spier, waardoor je meer je rug ook zelf meepakt. En dat is natuurlijk niet ideaal als je je achterkant schouder wilt trainen. Dan wil je dus niet dat je, of dan wil je zo min mogelijk je rug meepakken. Even een kleine tip tussendoor. Ik ga nu de dumbbell pullover doen. En hier is ook weer hetzelfde als met de bent over dumbbell fly. Heb in je gedachten dat je jouw arm naar achter duwt in plaats van naar boven. Hij gaat namelijk vanzelf naar boven omdat hij niet verder naar achter kan. Maar dan pak je dus beter die spier die je echt wil targeten. Wat in deze natuurlijk de lat is. Daar doe ik dus ook 3 setjes van. En dan zit de training er alweer bijna op. Want daarna heb ik alleen nog een oefening voor de bicep zelf. Gewoon een bicep curl. Stel je voor, je wilt gecoacht worden door mij. Op het gebied van voeding en fitness als veganist. Je krijgt een compleet schema op basis van jouw behoeftes. Of je nou wil afvallen, vet wil verliezen. Wat basically hetzelfde is. Of je wilt spiermassa aankomen als vegan. Dan kan ik een compleet voedingsschema voor jou op maat. Met jouw wensen, met jouw eten wat je lekker vindt, eten wat je niet lekker vindt eruit. Kan ik speciaal voor jou maken. Plus een trainingsschema wat je thuis kan doen met de equipment die jij hebt. En je krijgt mijn persoonlijke nummer. Zodat we je iedere vraag op het gebied voeding, fitness, zelfverbetering aan mij kunt stellen. Check dan even de video die afgelopen dinsdag online kwam. Hoe je gratis door mij gecoacht kan worden. Dat zou ik echt super leuk vinden om samen te werken naar jouw doelen en dromen, zodat je veganisme beter op de kaart zet. Dus ja, daar heb ik heel veel zin in. Dus check die video na deze video of zet hem even pauze op een nieuw tabblad. In ieder geval kijk deze video af, want dat is heel belangrijk. En wie weet heb je er ook nog iets aan. Dus dat wil ik even gezegd hebben. Dus we gaan verder met de training. Zo, en omdat het vandaag dus de eerste dag is dat ik weer aan het afvallen ben, aan het droogtrainen ben, dan is natuurlijk een fysiek update heel erg belangrijk, zodat ik voor mezelf, en dit raad ik jou ook aan, dan kan ik zelf terugkijken van oké, waar ben ik begonnen en hoe zie ik er nu uit, zodat je dus die motivatie houdt van wow, kijk eens de progressie die ik al heb gemaakt, kijk eens hoe trots ik al op mezelf mag zijn, hoe blij ik al met mezelf kan zijn, en daarom mag ik dus niet meer stoppen. Dus ik ga naar mijn trui doen om het aan jullie te laten zien. Je had al een tijdje trouwens. Dat klopt ook weer wel. Maar oké. Even 2 dingetjes zeggen. 1. Ik heb nu een mini pomp in mijn rug en in mijn bicep. Omdat ik dat net het afgelopen uur heb getraind. Dus mijn biceps lijken iets groter. Mijn rug lijkt iets groter. En daarom ga ik later op de dag nog een keer een fysiek update doen. Dan zit er wel weer meer voedsel in mijn lichaam. Dus eigenlijk is het best om gelijk als je uit bed komt te plassen. En dan een fysiek update te doen. Maar omdat het dan dus nog donker is in de winter, had ik het niet gedaan. En ik had dus net al gegeten. Maar oké, stop met de smoesjes. Ik ga nu even een fysiek update doen. Dus nu in het normale daglicht. Dus dit is niet geflexed. En ja, dit gaat er dus vanaf. Dit gaat er vanaf. Kijk, wow. Kijk, mijn buik kan bijna praten. Nee, maar het valt natuurlijk echt wel mee. Alleen ik wil in de zomer weer blokjes. En ik wil uiteindelijk in de zomer nog super droog gaan. Dus dan ga ik een tweede droogtrainperiode doen. Neem ik jullie ook helemaal mee. Het idee van deze vlogs of, is de bedoeling dat ik die ongeveer wekelijks ga doen. Als je dat nou leuk lijkt, laat weten in de reacties. Zodat je mijn progressie over de weken kan gaan meemaken. Wat ik denk, wat ik eet, wat ik train. Hoe ik train, hoe ik eet. En hoe ik door de dag ga. Ja, laat dan ook een like achter. Waardeer ik super erg. Waardeert het algoritme nog meer dan mij zelfs. Dus ja, dat was ik niet geflexed. Nu zal ik even flexen. Het is vandaag trouwens 8 februari en ik woog vanochtend 78,3 als ik het goed heb. Ik ga het straks nog even opzoeken of wacht. Ja, 78,3. Dat is ongeveer 4 kilo zwaarder dan in deze zomer. Mijn doel
voor deze zomer is rond 68. Als dat realistisch is, ik heb de calculations of de berekeningen heb ik allemaal nog niet gedaan. Maar ik denk dat 68 wel realistisch is voor super droog te zijn. Misschien zelfs wel minder. Ik ben namelijk 1,77, niet al te lang, niet al te klein. Gedurende de dag ga ik ook mijn plan van aanpak uitleggen hoe ik ga afvallen, waarom dit het beste is of in ieder geval werkt. Dus wat jij ook kan doen deze winter of deze zomer, voor deze zomer. En wat wil ik nog meer vertellen? Ik ben 20, dat is ook nog iets wat je misschien wil weten. Misschien wil je het helemaal niet weten en zeg je van, hey Timo, ga naar het volgende shot man. Ga godverdomme naar de volgende shot. Wat loop je me nou met tijd te verdoen, met ook weer mij na te doen. Terwijl ik dit wel echt denk, maar oké, hey, we gaan verder. Zo, en dan zijn we voor de tweede maaltijd van de dag. Dat is standaard bij mij altijd 3 peren en een bak havermout. Ik had gisteravond, en dat raad ik jou ook aan en dat raad ik mezelf ook aan. Ik had gisteravond, heb ik al mijn dingen die ik vandaag ga eten, heb ik al ingevuld in mijn fitnesspel. Zodat ik het alleen nog maar hoef te eten en niet meer hoef te puzzelen van, oh, ik moet zoveel eiwitten nog, of ik moet zoveel nog calorieën en dit en dat en zus en zo. Dus ik ga even mijn 2 peren. En een bak havermout maken. Ik heb net lekker yoga trouwens, want ik ga de hele maand februari yoga doen. En daar ga ik straks ook een video over maken. Net zoals dat ik heb gedaan bij het koud douchen. Dus als je die nog niet hebt gezien, ik ging een maand lang koud douchen. Klik dan hier. En ook weer een nieuw tabblad openen alsjeblieft. Want ik wil ook dat je deze video afkijkt. Ja, dus ik ga even... Ja. Kleine update op het maken van havermout. Tot goed schudden voor het gebruik. Iets te goed geschud. Nu moet ik opruimen. Dus ja. Het gaat soms ook wel eens mis. Ja, oké. Okay. Ja, dus ik heb hier de havermout, de peren. En die ga ik nou even opeten. Belangrijk, als je gaat afvallen, eet bewust. Ondanks dat ik straks wel een filmpje thuis ga kijken. Maar kou meer, duur wat langer met eten. Want dat is gewoon veel beter om het af te vallen. Dus ja. En het is wel op. Ik heb mijn eigen advies niet gevolgd met langzaam eten. Wat stom. Calorieën en macro's die komen nou hier in beeld. Of ja, calorieën en macro's, calorieën en eiwitten. Want vet en koolhydraten boeien niet, zolang je maar aan je calorieën houdt en je eiwittendoel haalt. Want zolang je je calorieën doel haalt, dan maakt het dus niet uit dat je binnen die calorieën meer vet eet of meer koolhydraten. Ondanks dat koolhydraten waarschijnlijk meer vullen omdat ze minder calorieën hebben dan vetrijke voeding. Ik ga even naar mijn oma, ik ga even boodschappen doen en dan zien jullie me zo weer. Nou, ondertussen gedoucht, mijn haartje gedaan, bij oma geweest. Natuurlijk altijd gezellig met oma, lekker koffie drinken, zo naar het sporten en naar de yoga, heerlijk. Ja, dus ik heb mijn haartje gedaan, ik ga even een stukje wandelen door de sneeuw, want het sneeuwt nu heerlijk. En dan krijgen jullie straks ook nog een shape update van mij, zonder de pomp, in mijn rug en in mijn biceps. Dus ik ga een stukje wandelen, ik neem jullie mee, dus kom maar mee hoor. Ja, nee, kom, nou, kom dan even mee. Helemaal nat, maar ik ga straks even snel een flex doen voor jullie en dan ja, dan wordt de audio waarschijnlijk heel slecht, want ik ga mijn camera helemaal bedekken, dus hey, doei. Oeh, wat mooi. Oké, besef even dat ik dit met mijn GoPro film, omdat ik echt zo tering veel pijn in mijn vingers heb ineens.
Dat was niet het slimste idee van Nederland, dus ik heb ook niet een volledige fysieke update kunnen geven. En ik loop nu echt fucking snel naar huis om mijn handen op te warmen, want het doet tering veel pijn. Maar ja, hey, ik was er niet achter gekomen als ik het niet had geprobeerd. Dus, oh godverdomme. En ja, dus tot zo naar huis. Doei. Nou, dat kan echt gelijk op het lijstje van een van de domste dingen die ik heb gedaan. Mijn handen doen zo tering veel pijn. Maar ik ben lekker thuis. En ik ga even thee zetten of zo en dan ga ik mijn handen even opwarmen. Soms vraag ik me echt af, hoe kan ik zo stom zijn? Waarom is dat een goed idee? Maar ik hoop dat het een leuke thumbnail is. Ik heb het nog niet teruggezien. Oh. En ja, dus ik hoop dat het een leuke thumbnail is. Als dat zelfs niet is, dan ben ik echt een oen. Dus ja, doei. Au, godverdoei. Zo, mijn vingers zijn lekker opgewarmd, gelukkig. Op zich ging het best snel. Ik heb een beetje honger gekregen van al dat gewandel en al dat naakt staan in het sneeuw. Dus wat ik ga maken is een grote salade. Spinazie hadden we toevallig nog thuis liggen. Dus ik ga de spinazie als een sla gebruiken. En dit ga ik erom in doen. Zo, dus die bak salade is gemaakt. Ik heb echt maar de halve zak van de spinazie gebruikt. De calorieën en de eiwitten komen weer in beeld. En dan zie je waarom dit zo belangrijk is om te doen. Dus je hebt zo'n grote bak salade, kijk. Met relatief weinig calorieën. Waardoor je dus gevuld raakt en niet trek krijgt in andere dingen wat meer calorieën heeft. Waardoor je dus makkelijker op de lange termijn afvalt. Dat is ook een stukje van mijn plan van aanpak. Ik zal de rest van mijn plan van aanpak ook maar gelijk op tafel gooien. Mijn doel is nu om 2800 calorieën te eten. Dat zal ongeveer rond mijn maintenance liggen. Of iets daaronder. En ik hou alle calorieën en eiwitten bij via de app MyFitnessPal. En dan over de weken heen ligt eraan wat mijn gewicht doet. Want ik ga iedere dag op de weegschaal staan. Dan ga ik kijken wat mijn gewicht doet. Dan ga ik dus ook zien of ik mijn calorieën verder omlaag moet brengen. Of dat het goed is waar het staat. Ik ga proberen 3 tot 5 ons per week af te vallen. En de eerste weken zal het heel makkelijk gaan. En daarna wordt het steeds moeilijker. En zou ik lager in calorieën moeten gaan. Maar ja, dus het belangrijkste voor mij blijft om veel groente en fruit te eten. Zodat je gevuld raakt, veel vitamine binnenkrijgt, veel mineralen binnenkrijgt. Waardoor je je nog steeds gewoon fit voelt. Zo behoud je ook het meeste kracht nog steeds voor het trainen. Want dat is heel erg belangrijk om zo zwaar mogelijk nog steeds te trainen. Zodat je je spieren een reden geeft om zich te behouden. Aangezien de spieren willen afbreken als je in een calorietekort eet. Ik ga nou lekker dit opeten. Dus in ieder geval, hey, smakelijk. Ik heb iets heel lekkers, namelijk de welbekende knijper. Ik heb namelijk een eigen gemaakte appelflap. Of ja, een eigen gemaakte. Papa heeft het zelf gemaakt. Dus ja, die ga ik lekker eten. Die is ongeveer, ik heb geen idee, maar ik gok op 150 tot 200 calorieën. Ik heb hem 200 calorieën in mijn fitnesspel gezet. Dat ga ik eventjes lekker opsmikkelen. Oh. Lekker. Nou, en de volgende maaltijd. Bam. Noedels uit de magnetron. Want ik had gisteren voor 2 porties gekookt. Heerlijk. En dan denk je van, oh Timo, dat is toch ook zielig dat je zo in je eentje aan het eten bent. Maar niks is minder waar. Noem je leukste mop. Waarom is een banaan krom? Anders past die niet in het schilletje. Ik ga lekker mijn noedels eten. Ja, de calorieën en de eiwitten zie je weer in beeld staan. Maar ja, dat hoef ik je niet te vertellen, want dat zie je. En ik ga straks nog 1 maaltijd eten. En dan zit de dag erop. En dan is de eerste dag van het afvallen is klaar. En dan zeg je, het is raar maar waar. Doei. Ik heb weer een bak havermout gemaakt. Gewoon super simpel, super makkelijk. En ik vind het echt ongelooflijk lekker. Daarom eet ik het nu 2 keer per dag. Om de dag af te sluiten. Ik ga even mijn fitnesspel erbij pakken. Hoe hebben we het zo gedaan die eerste dag van ons afvalcarrière? Aantal calorieën.
23 onder mijn doel. Nou, perfect. Ik bedenk altijd van, oké, ik ga er 50 onder tot en met 50 erboven zitten. Dan is het helemaal prima. Natuurlijk, die appflap is gegokt. Dus die zou ik zomaar 50 calorieën meer kunnen zijn of 50 calorieën minder. Daar lig ik allemaal niet zo wakker van. 135 gram eiwitten zie ik van de 140. Maar dan is de appflap niet meegeteld, wat misschien ook een paar gram is. Oftewel, ik heb dat eiwittendoel ook gewoon gehaald, die 140 gram. En ook dat is geen ramp als je daar een beetje onder zit, een beetje boven zit. Wel liever erboven dan eronder tijdens het afvallen, omdat je anders spiermassa afbraak sneller gebeurt dan wanneer je erboven zit. Ik eet altijd rond de 1,75 gram eiwitten per kilo lichaamsgewicht, wat ik nu heb, 78 gram. Kilo. Ik had vandaag wel een beetje honger naar die salade. Maar ja, het vooruitzicht dat ik nog en de noedels had en dit. En deze bak havermout is natuurlijk een vooruitzicht wat heel makkelijk vol te houden is. Dat eet ik nu. Ik heb totaal geen moeite gehad, maar het is dag 1. En het hoeft op het begin ook totaal geen moeite te zijn om die paar kilo's af te vallen. Maar bijvoorbeeld na 3, 4, 5 kilo zal het wat lastiger gaan worden. Maar ik neem jullie helemaal mee. Dus vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, @coolgains. Voor de volgende Full Day Eatings. De volgende video's in de serie dat ik aan het afvallen ben. Maar ook voor andere video's, informatieve video's, viering gerelateerd, fitness, voeding gerelateerd, zelfverbeteringsgerelateerd. Vergeet niet op de like te drukken, daar help je mij en het algoritme echt super erg mee. En daar ben ik echt super dankbaar voor. Dat je dan helpt dit kanaal groter te brengen. En mijn doel met dit kanaal is om vegans daadwerkelijk te helpen met het verbeteren van hun lichaam, zodat ze veganisme goed op de kaart zetten. Nogmaals, kijk de video over de coaching, de gratis coaching die ik aanbied. Ik zou het echt super erg waarderen als je die video checkt en kijkt of het wat voor je is. Vergeet niet een reactie achter te laten met welke video's je nog meer wilt zien, behalve deze video's van de road to Zeek Shredded zijn. Dus hey, bedankt. En dan zie ik je in de volgende video. Dus echt super bedankt voor het kijken. En ik waardeer je mega erg en dat meen ik oprecht. Dus ja, tot de volgende keer. Popping on the west side, cause it's where I stay. I just made 1,000, blew it in your face. I've been going in, I'ma close the case. I can't wait no more, man, I gotta blow the day. Popping on the west side, cause it's